filmhuis Klapij konden op 19 en 20 november fans het internationale Stephen King Filmfestival meemaken. De fans konden er genieten van films die gebaseerd zijn op kortverhalen van de bestseller-auteur. Op ons festival dit jaar hebben we sowieso een film uit Nederland, voor het eerst een Nederlandstalige film. Daarnaast hebben we ook uit Australië, Amerika, Engeland. Dus ja, van overal komen ze vandaan. De filmproducers kregen in ruil voor het symbolische bedrag van $1 van Stephen King de rechten om hun favoriet kort verhaal te verfilmen. Ja, de films zijn dus alleen op filmfestivals te bekijken. En ja, wel wereldwijd, maar het is ja, zeer exclusief dat het ook nu in België of zoals vorig jaar in Nederland te bekijken is. De films, waaronder echte pareltjes, komen niet in het gewone bioscoopcircuit. De harde fans zitten al klaar, want er zijn plannen om het tweejaarlijkse festival opnieuw bij ons in Borgerhout te organiseren. Ja, ik vond het wel een succes inderdaad.